Suriname werkt aan een nationaal museumbeleid. Het beleid zal ervoor zorgen dat de verschillende musea versterkt worden. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vorig jaar een nationale museumcommissie geïnstalleerd om dit beleid te concipiëren. Vandaag werd een stakeholderconsultatie gehouden om te praten over het in te stellen beleid. Het ontbreekt Suriname aan een gedegen museumbeleid. En dat is nou net de bedoeling van deze stakeholdersconsultatie, waarbij we houders, eigenaren van museale instellingen hebben uitgenodigd om hier aanwezig te zijn, om samen onze inzichten te delen over het museumwezen. We weten dat musea overal, internationaal voornamelijk, een heel belangrijke rol spelen als het gaat om de geschiedenis van het land. Zo ook dus in Suriname. Maar daarbij willen we degene die zeg maar versterkt moeten worden als het gaat om capaciteit, als het gaat om infrastructuur, als het gaat om de verschillende trainingen die erbij zouden horen, personeel. Willen we nagaan hoe het zit? Suriname heeft verschillende musea en een rijke historie. Daarom is het belangrijk om de verschillende historische rijkdommen te bewaren voor het nageslacht. In het museumbeleid zal ook worden opgenomen het terugbrengen van Surinaamse historische artefacten die in het buitenland zitten. In Nederland zijn er veel Surinaamse kunstwerken, maar zonder beleid zal ze terugkrijgen een uitdaging zijn. De minister bracht een bezoek aan Cayenne, waar een nationaal museum is opgezet met de geschiedenis van de Guyana's. Hij geeft aan dat hij samen zal werken met het Nationaal Museum in Cayenne om de items die aan Suriname behoren terug te brengen om ze tentoon te stellen. Ik was verbaasd, ik moest zeggen, ik was in Frans-Guyana en ik was echt bijna jaloers om te zien dat men daar een Nationaal Museum heeft opgezet waarbij men de historie van de Guyana's heeft neergezet. En als je ziet wat er van Suriname zelf, grote hoeveelheid literatuur en attributen van onze Indiaanse bevolking was, is daar opgeslagen, is om verdrietig te worden. En wij kunnen ze nergens zien. Dus ik moet samen gaan werken met het Nationaal Museum in Cayenne om mijn mensen naartoe te brengen, want ik wil ook graag de spullen die ik daar heb gezien ook een tentoonstelling laten hebben in Suriname. Want zij hebben daar met geld en extra prioriteiten wel die conservatie gedaan van wat er in de Guyana speelt. En Suriname maakt deel uit uit de Guyana's. In november dit jaar zal een congres gehouden worden waar er breedvoerig gesproken zal worden over deze kwestie.